zijn hier samen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dat ging niet goed. Naar beneden en dan gaat het die kant op. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige... Nog niet, hè? Misschien moet ik het zo voordoen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het blijft lastig, hè? Rechts en links. Zeker als degene voor je staat precies andersom staat. Zusters en broeders. Zo begin ik eigenlijk altijd in de kerk. Maar ik vraag me af of het nog van deze tijd is. Want ja, hoe zit het eigenlijk met ons, hè? Sommigen zijn de ene keer zuster en de andere keer broeder. Sommigen beginnen als broeder en eindigen als zuster. Dan hebben er ook, die zitten er een beetje tussenin. En die zeggen dan, ja, nee, maar ik ben het. Wat ik eigenlijk bedoel is, allemaal van harte welkom, alle verwanten. Een bijzonder welkom natuurlijk aan prins Arie de Eerste. Met zijn prachtige pages, Jiske, altijd onvermoeibaar, en Danielle. En hun motto, hier zo in het kielengat is, zet hem weer. Dat ging niet goed. Zet hem weer. Oh. Juist, ja. En dan hebben we ook prins Cornelis uit Giecheldonk. Hé, hey, kijk hier zo. Ja, daar zit de rest van de club. En daar hebben ze het motto, het is wat het is. Het moet zeggen, het klinkt mij ook een beetje droevig in de oren. Ja, het was niet druk hè, bij de oeleviering. Nee, het is wat het is. Zoiets, hè? Lest ogenblik is er ook. Ja, met baron Guillaume Martin. En dan kan het nog een heel eind doorgaan. De dernière du moment eindigt het dan weer. En wat denkt u dat ze daarvoor een motto hebben? We hebben geen sluiting meer. Daar kom zelfs ik niet uit. Wat bedoelen ze daar nou toch mee? En toen ging ik laatst in het café naar de wc. En toen dacht ik, oh, dat bedoelen ze natuurlijk. Want met zo'n pastoorspak, zo'n toga, dat gaat zo ingewikkeld allemaal. Hè? Eer dat je er dan bent met zo'n sluiting. Nou, dan hebben we van het Aagje, prins Raimundus de 19e. Ja, ja, ik was ooit in het Aagje en toen was er nog maar één cijfertje. Nu staan er al drie. We zetten een taantje bij. Even kijken hoor. Zeg ik dat goed? Nee hè? Het Aagje et hem al 66 jaar duur. Nee? We zetten een taantje bij? Nou, dat zullen we dan maar doen. En die er ook zijn, dat hadden jullie niet gezien, want die zitten hier niet vooraan met al die pluimen en veren en zo. Helemaal achteraan, bescheiden op de achtergrond, daar zitten de groen-zwarte reigers. Hé, hey, ja, dat is minder bescheiden, maar... Ja, en die komen uit de Zaanstreek. En die zijn ook andere jaren zijn ze hier geweest en toen waren ze in vol ornaat. En toen dachten ze ook van, nou krijgt iedereen een blokje kaas. Ja, dat waren nog eens tijden. Dat doen ze dit jaar niet. Nee, de prins is er wel bij, dat kun je niet zien. Maar die is incognito ergo sum. Ja. Het thema van deze dag, van deze viering, deze plechtigheid, is een klein beetje anders dan dat de rest van het carnaval is. We doen dat wel eens vaker bij de oeleviering, dan geven we er een kleine twist. Dat is een draai in het Nederlands. Geven we er een kleine draai aan. En nou hebben wij ervan gemaakt, alles op zijn kop. Dus als je nou dat blaadje pakt en je hebt dat blaadje in de handen, dan weet je eigenlijk niet hoe dat je moet houden. En dat was nou eigenlijk de lol. Wij hebben toch gelachen van tevoren.
Dat kun je niet geloven. Ja, jullie hebben dat niet, maar wij hebben daar zelf in ieder geval heel veel plezier over gehad. Ik hoop dat we na al die jaren, dat we dus niks hebben kunnen doen, dat we een hele mooie viering hebben. Ik had nog een liedje willen schrijven. Wat heb je gedaan, Arie? Wat heb je gedaan? Waar kom je vandaan, Arie? Maar het liedje werd afgekeurd. Ze vonden het niet origineel. Maar ik hoop dat we met elkaar een mooie viering hebben en dat het liedje, dat wordt dan niet gedaan. Maar misschien komt er nog wel een ander liedje en dan kunnen we daar weer van genieten. In ieder geval beginnen we nou met, toch wel wat anders dan anders. We hadden altijd zo'n hele grote harmonie. Dat we ook altijd zoiets hadden van, hoe moet dat op dat podium? Maar dit jaar hebben we een big band. To Swing For You. Geef ze een applaus. En degenen die hier zo 2 uur van tevoren zijn geweest, die hebben wel 20 nummers gehoord die ze allemaal in het voorprogramma hebben gespeeld. Dat was genieten. Maar nou gaan ze ook een liedje doen. Ik krijg het bijna niet uit mijn mond, maar het is zoiets als Mascanada. Ja, het klinkt naar een heerlijk gerecht. Maken we het stil in onszelf voor gebed. Goede God, van mijn vader en moeder heb ik geleerd om altijd netjes te zijn en fatsoenlijk. En in de kerk ben je stil. Alles wat ik geleerd heb ging niet over, we zetten hem op zijn kop. Dat was ongeveer het tegenovergestelde, God.
En toch, als ik dan lees over Jezus en zo, dan zet hij zo vaak de boel op zijn kop, dat ik denk dat we dat ook maar eens moeten zeggen. Dat we dat ook onszelf maar eens moeten realiseren. Of zoals ze tegenwoordig zeggen, dat we dat onszelf beseffen. Ik wil u bidden, God, help ons om de tent een beetje op zijn kop te zetten. Zoals Jezus dat wilde. Niet allemaal gewoon en niet allemaal zoals het altijd was, maar op zijn kop. Help ons daarbij dat we het goed doen. Om recht te doen aan degenen die het niet zo goed hebben. Met wie het wat minder gaat op het ogenblik. Wees bij ons in dit uur of anderhalf uur. Of 2 uur. Omwille van Jezus Christus, uw Zoon, die leeft met u en de Heilige Geest, tot in de eeuwen der eeuwen. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ik mag uitnodigen de jeugdprins Rijn en de jeugdprinses Noor. En toen kregen wij nog een microfoon of zo. Ah, die heeft hij al. Jullie gaan een gedicht voorlezen. Zet een wereld zijn kop. Geen onvoldoendes, geen stapels werk. Want we zitten in de oele en in de grote kerk. Hier wordt carnaval gevierd en komt even de hemel op aarde. Nou hopen dat Dumpelstoorn voor de brakslierd nog wat druppels zegen bewaarde. Brakken en stuiterballen, oude bokken en jonge blaadjes. We zetten onze feestmis op tot aan de laatste kielegaatjes. Zet de wereld op zijn kop, wat wijs lijkt, denk dat maar eens om. Wil je binnen, kom dan liever achterom. En zelfs het kleinste brakske mag naar de top. En gaat er iemand achterop als we in de Polonaise gaan, dan blaast de politie op zijn fluitje, maken we een pitstop en mag die daarna voorop gaan. Wij zijn aan het eind van ons gedicht. Het voorlezen was best spannend hoor, dus graag nog een applausje voor mijzelf en voor jeugdprinses Noor. Ja, en dan komt er een belangrijk moment dat we al jaren in onze oele hebben. En dat is het aansteken van de oelekaars. En daar wil ik jullie als jeugdprins en jeugdprinses ook voor naar voren vragen. En dan komt de Bart. Die draagt het vuur met zich mee. Het is bijna zoiets als de Olympische Spelen, zeg maar. Jullie mogen hier het trapje af en bij de kaars komen staan. Ik heb voor jullie alle twee... Oeh, dat klinkt hard. Voor alle twee een kerstje. Ik had hier een kerstje aan om aan te steken. Maar het waait zo hard buiten, dat is uitgegaan. Hier mogen jullie hem mee aansteken. Misschien lukt dat wel. Zo, ja. En dan moet het, ik denk, als jullie nou omdraaien en op het schavotje gaan staan. Zo, komt er maar op, komt er maar op. Dan ziet iedereen tenminste dat jullie het mee vlammetje, dat jullie hem aan gaan steken. We doen het met de muziek. We doen het met de met muziek. De muziek. Met de muziek. Oh, kijk eens even. Wat is er een groots moment? Ze zijn zenuwachtig. Je kunt zien, hè. Nou, probeer het maar. Probeer het maar. Het is gelukt, het is gelukt. En dan mag de kerstje gewoon zelf uitblazen. Hartstikke goed. Mag ik gaan zitten? Krijg ik mijn kerstjes niet terug? Krijg ik ze niet terug voor volgend jaar? Dankjewel, dankjewel. Applaus. Thank you.
bluf. Thank you.
Ik heb in het evangelie nageslagen hoe dat zit met alles op zijn kop zetten. En toen kwam ik al gelijk in het eerste evangelie, nog maar een paar hoofdstukjes verder. Jezus moest eerst geboren worden, want anders kon hij de boel niet op zijn kop zetten. Dus een paar hoofdstukjes verder. En toen kwam ik bij de bergrede. Ja, nou is de Bijbel best een moeilijk boek. Dus ik heb geleerd in mijn opleiding dat je altijd moet proberen om het dus eigenlijk van vroeger, 2000 jaar geleden, moet je het dus vertalen naar nu. En dan moet je het eigenlijk ook nog vertalen van dat stoffige, warme Israël naar Nederland in februari in de grote kerk, zoals het er nou uitziet. Dus die vertaling moet ik nou zeg maar maken. En toen dacht ik al van nou komen we bij de bergrede. Maar als ik zeg berg, hebben we dan wel hetzelfde beeld? Daar begint het al. Dus als ik dan naar de baron kijk, dan denk ik van ja, die denkt meteen aan de zeven heuveltjes. Maar dat zijn geen bergen. Nee, daar hebben een paar molletjes begraven gelegen en die staken alle zeven zo een handje omhoog. En toen naar de zeven heuveltjes. Veel meer is niet. Iemand anders uit Ulvenhout, die zou misschien denken van, oh, Alpe d'Huez, dat is een berg. Maar dat is weer veel te hoog, hè? Daar ging hij ook niet op zitten. Dus als je nou, wij met z'n allen, hier in Breda, in Kielegat, als we een beeld moeten hebben van wat een berg is, dan moeten we eigenlijk denken aan de Bavelse berg. Zo'n berg is het eigenlijk. En dan moet je voorstellen, dan ging Jezus, die ging dan op die berg zitten. Kun je het voorstellen? Al die zonnepanelen om hem heen. Nou, die zonnepanelen, dan moet je dan voorstellen, dat zijn de leerlingen en dat is de menigte. Dus hij gaat daar op die berg zitten en de leerlingen en de menigte die zijn dan om hem heen. En dan is zeg maar de bergrede is toch een beetje de kern van zijn boodschap. Dan gaat hij toch ja, zeg maar het beleidsplan een beetje uiteenzetten. En als hij dat doet, dan is de eerste zin eigenlijk al zo mooi voor de carnaval. Zalig de armen van geest. Dan kijk ik zo eens om me heen. En dan neemt het toch, dat zit wel goed. Hier op de eerste rij. Dat zit wel goed. Zalig de armen van geest. Ik heb het ook nog vertaald zien worden als zalig de eenvoudige. Ik vind het best een grote stap, maar zalig de eenvoudige. Eenvoudigen zijn mensen die eigenlijk gewoon doen. Carnaval. Zalig de armen van geest. Ik krijg wel eens een keer als pastor commentaar, omdat ik zo die carnavalsviering in de grote kerk doe. Maar dat zijn mensen die hebben niet zo'n goed beeld van wat carnaval is. De volgende zin namelijk in de bergrede is, zalig de treurende. Dat hoort ook bij carnaval. Ik heb in de aanloop op dit carnaval op een gegeven moment zo eens met mensen staan praten en over heel treurige dingen in hun leven gesproken. En toen zeiden ze, maar de carnavalsvereniging, die heeft mij erdoor getrokken. Dan heb je flink verlies geleden. En dan denken mensen, carnaval, dat is alleen maar lol en plezier en oppervlakkig. Voor mij is dat echt carnaval. Ik merk het keer op keer dat mensen die zich met elkaar hebben verbonden met de carnaval, dat die elkaar ook buiten de carnaval niet laten vallen. Daar ben je een vereniging voor. Daar heb je elkaar, dat is een band, zeker bij die bouwclubs. Die jongens en meisjes die al in hun tienertijd beginnen, dat is een band voor het leven. Zalig de treurende. Dan kun je bij elkaar terecht. Hij gaat nog verder, dan komen er de zachtmoedigen en de barmhartigen. Eigenlijk kun je zeggen, allemaal uitspraken over het besef dat je niet alleen op de wereld bent. Je bent niet alleen op de wereld. Ga maar eens carnaval vieren in je eentje. Ik bedoel niet alleen van thuis weggaan,
dan kom je er nog een hoop tegen. Maar gewoon alleen op straat, alleen het café, niemand achter de tap. Dan begint er niks. Mag al blij zijn als die deur open is. Het is zo logisch. En toch, als je naar de tv kijkt of als je af en toe de woorden hoort die mensen zeggen, dan lijkt het wel alsof alles gaat over ikke, ikke, ikke. Ik lag op een gegeven moment op een sofa bij de psychiater. En hij zei tegen mij, pastor, wat vind jij nou leuk? Toen zei ik van nou, ons vrouw die zegt altijd met de carnaval, zullen we carnaval gaan vieren? Nou, dan ga ik mee. Nee, maar wat wil je nou zelf? En dan praat hij net zo lang door. Maar wat wil je nou zelf? Ik word daar gek van. Dan denk ik, hoezo zelf? Ik ben in mijn eentje niet compleet. Ik kan niet in mijn eentje plezier en lol hebben. Ik heb graag anderen om me heen. En omdat ik graag anderen om me heen heb, dan kan ik ook op een gegeven moment alleen zijn. Want dan heb ik nog altijd het plezier van het samen zijn. En ik voel nog altijd die warmte om me heen. He, carnaval als een warme deken de hele 40 dagen tijd lang. Ik hoorde iemand, die had ook een hele mooie theorie. Dat sluit aan bij de volgende zin van Jezus. Zalig de zuivere van hart. Ingewikkelde zin denk je dan, hè? Maar we hebben net de corona gehad. En met de corona moest je altijd ontsmetten, zuiver maken. En die had een theorie, kwam ik eentje tegen, die had een theorie. En die zei, alcohol, dat zuivert ook. Dus als je nou maar goed drinkt, dan krijg je vanzelf geen corona. Ik weet niet meer, hoe was het ook weer 2 jaar geleden? Maar ik vond het wel een theorie die mij aansprak. Ik had wel zoiets van, het zal wel niet zo zijn, maar ik geloof het wel. Jezus gaat nog verder. Dan zegt hij op een gegeven moment, zalig degene die honger hebben. Dat klinkt een beetje gek, maar het zou een spreuk kunnen zijn boven het cafetaria. En ik denk dat Jezus dat ook bedoelt. Op zich niet het honger hebben op zich is fijn, maar dat je verzadigd wordt. Dat je worstbroodje kunt eten, broodje bal, frietje met mayonaise. Dat is zalig. En als je geen honger hebt, dan heb je er geen zin in, dan krijg je niet. Zalig de hongerige. En toch, je zou het ook boven de voedselbank kunnen zetten. Zalig die honger hebben. Dat wordt gekker, hè? En volgens mij bedoelde niet dat ook. Maar dan bedoelde niet zo van, dat niet, hè? Maar ik denk veel eer, jullie worden vaak een beetje opzij geschoven. Je hebt het niet gehaald. Maar jij staat vooraan. Dat was het, denk ik. Dan komen we bij nog eentje die ik wel belangrijk vind, ook om hier te noemen. Zalig die dorst hebben. Need I say more? Ziet u de link een beetje tussen Jezus en het carnaval? Wordt het al een beetje duidelijk? Maar dat is eigenlijk wat zalig die dorst hebben. En dat klinkt dan nog zo van, ach, doe maar wat gek en doe maar een dotje. Nee, dat doe je samen. En zalig die dorst hebben, dat betekent ook volgens mij, dan gaat het carnaval aan kwaliteit winnen, Prins. Ik moet eigenlijk zeggen tegen de voorzitter natuurlijk, maar dan gaat carnaval aan kwaliteit, als je zoveel mogelijk mensen erin laat delen. Ook degene die eigenlijk niet kunnen. En dan kom je toch ook bij een discussie. Zitten we weer in de corona, 2 jaar geleden? Dorhout. Jort Kelder. Waarom al die maatregelen, zei hij toen, 2 jaar geleden. Waarom al die maatregelen? Als die mensen nou wat eerder doodgaan, die over de 80 zijn.
Twee jaar eerder moeten we daar al die maatregelen voor nemen. Weet u het nog? En dan werden mensen van boven de 80 ook nog geschetst als hartstikke dik en veel gedronken. Ik vind dat zo grof, hè? Dat gaat er bij mij dus niet in. Dan denk ik, Jort Kelder, kom eens kijken naar het carnaval in Breda. Kom eens naar het Kielegat. Kom eens naar het Guldenbal. Dan zie je wat carnaval is. Dan zie je hoe mensen met elkaar omgaan. En dan zie je dat je carnaval niet voor jezelf alleen houdt, maar dat je dat samen doet. Kort samengevat, beste mensen. De laatste zullen de eerste zijn. En de eerste, prins betekent eerste, hè? De eerste zullen de laatste zijn. Het wordt met carnaval elk jaar weer opnieuw gesymboliseerd in de Polonaise. Als de politie op zijn fluitje blaast. Degene die vooraan liep, die loopt dan achteraan. Degene die achteraan liep, die liep vooraan. Jezus zei, de misdadigers, de zondaars, de tollenaars, de prostituees, die gaan allemaal als eerste naar binnen. In de hemel. Hoe leg ik dat nou weer uit? Nou heb ik mezelf een beetje in de nesten gewerkt. Die gaan als eerste naar binnen. Dus eigenlijk moeten wij dan ook? Of moeten we het nou niet? Zusters en broeders, ik hoop dat u er iets van meegepikt hebt. En vergeet het laatste stukje. Ik wens u een fantastisch en een mooi carnaval. Thank you.
Beste Kielegatters, wat fijn om hier eindelijk weer met z'n allen in een bomvolle grote kerk samen te komen voor de oelendienst. Want ook al hebben we de afgelopen 2 jaren prachtige oelendiensten gemaakt die we op tv konden uitzenden, het voelde toch nooit helemaal echt. In uw eentje voor een camera staan en een toespraak houden is mooi, maar niet heel erg carnavalesk. Carnaval vier je samen. Dat is precies waar het om draait. Samen lachen, samen huilen, samen bijeenkomen in de grote kerk en samen proosten. Carnaval vier je met elkaar. Het is een verbroedering van jong met oud, van vrienden onder elkaar, maar ook van bekenden met onbekenden. En dat is misschien wel het mooiste wat carnaval te bieden heeft. Het zorgt voor verbondenheid. Met elkaar iets delen wat je allemaal hetzelfde voelt. Met carnaval is iedereen gelijk. En iedereen mag zichzelf zijn. Of juist even in de huid van een ander kruipen. Dat wat met carnaval als vanzelf gaat, hadden we dat in het dagelijks leven maar een beetje meer. Ik vind het dan ook bijzonder fijn dat er weer zoveel hoogheden uit de baronie en de verre omstreken aanwezig zijn. Dat geeft deze dienst wat extra cachet. Ik voel me trouwens met allemaal wel een beetje verbonden. Mijn grootouders die komen uit Totteringen, Boemeldonk en het Haagje. En mijn vader is op het lestogenblik geboren in het Ginneke. De caravan staat in Bavel. De kinderen kregen zwemles in Ulvenhout en in Giecheldonk raak ik nog altijd de weg kwijt. Oh, en reigers vind ik ook hele mooie vogels, vooral als ze groen en zwart zijn en ik in Heer Hugo Waard ben. U merkt, ik heb dus met allemaal een heel duidelijke link. Beste Kielegatters, als je prins van het Kielegat bent, dan weet je dat de oelendienst als een van die hoogtepunten op het programma staat. Een hele mooie traditie die we in het Kielegat voortzetten en vieren. Carnaval is immers direct verbonden met het katholiek geloof. Wel met die kanttekening dat, waar het vroeger enkel vastenavond, 1 avond voor de as woensdag betrof, we er inmiddels ruim 4 dagen feest van hebben gemaakt. De meeste onder u laten de vaste tijd naar carnaval voor het gemak, maar even voor wat het is. Ik niet. Ik ben van plan om een hele lange tijd een periode van algehele onthouding in te lassen. 5 kinderen thuis is dan ook meer dan genoeg. Al moet ik toegeven dat mijn vrouwke Francis alle lof verdient omdat ze deze periode de gehele verzorging thuis op zich neemt. U begrijpt, carnaval kan voor mij niet lang genoeg duren. Maar alsnog vanaf deze plek, bedankt lieve schat. Maar goed, om dat katholieke gevoel toch even vast te houden, komen we jaarlijks naar de oelendienst in de grote kerk. Een moment om even te bezinnen en heengezonden te worden met de zegen om er een mooie carnaval van te maken. En dat doen we dit jaar met het mooie motto, zet hem weer op. Natuurlijk een mooie link naar de gele muts van Gert Couvreur, die je op uw kop kan zetten. Maar ook een aansporing voor al die carnavalsclubs, optochtlopers, wagenbouwers, kapellen en carnavalsvierders, dat we na 2 lastige jaren eindelijk weer een echte, volledige carnaval mogen gaan beleven. Met al die voorfeestjes en tradities. Met een opening en een afsluiting op de Grote Markt. Met hossen op de markt en feesten in bomvolle cafés. Maar misschien wel boven alles met eindelijk weer een grote optocht. Ik kijk er enorm naar uit. Onze ordebewaarder, oftewel Suis Bart, heeft trouwens ook weer eens de steek opgezet. Want na 2 jaar geen collecte te hebben kunnen doen, kan hij eindelijk weer eens echt met de pet rond. Wist u trouwens dat de collecte in de kerk tegenwoordig ook heel makkelijk te betalen is? Met bitcoins? En trouwens ook mee een QR-code die in het boekje staat. Dan moeten die even scannen met uw mobieltje.
waar sommigen al tijdens heel de dienst op zitten te gluren overigens. En zo kunnen we snel wat overmaken voor onze mooie grote kerk. Trouwens, over een boekje gesproken. Ik zag laatst een Bijbel op Marktplaats staan voor 12 euro. Ik heb 10 geboden. Ja, die was flauw, hè? 10 geboden. Ach, wat geeft dit. Carnavalsliedjes gaan trouwens ook vaak helemaal nergens over. En toch blijven ze leuk. Ik heb laatst mijn oude carnavalsplaten weer eens uit de kast gehaald. In het kader van, ik zet ze weer eens op. Dan hoort het zelf. Laten we er een paar uitkiezen. Als je de tekst kan aanvullen, zing dan met z'n allen maar even mee. En als je denkt, o jee, we gaan zingen. Dan kunnen we nou nog opstaan en gauw weglopen. Dan ben je nog net voor het zingen de kerk uit, zeg maar. Daar komt mijn eerste oude carnavalsplaat. Zing maar mee. Als het gras 2 kontjes hoog is. Ja, dat kan nog iets harder, denk ik. Als het gras 2 kontjes hoog is. Ja, dat is natuurlijk totale onzin, hè. Als het gras 2 kontjes hoog is, dan moet de maaien. Met hela hi, hela hop gebeurt er dus helemaal niks. Nog eentje, Barry Hughes die zong. Ik wil op mijn kop een Nee, natuurlijk niet. Een gele muts natuurlijk. Of voor mijn part een pruik of een gek petje met gras erop. Of voor mijn part een kale kop met een ei erop. Nee, Wim Kersten dan. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Het is een heerlijk nummer, hè? Ik heb het wel eens geprobeerd, maar de buren kijken je toch wat vreemd aan als je voor het raam hangt met bloemen op je hele lijf en ook op je gezicht. En dan kijken ze niet allemaal naar je gezicht. De Stipkes zongen. Ik heb een spijker in mijn kop. Er zit een kikker bovenop. Nou, wie kan dan nou zeggen dat die heel de kerk au au laat zingen? Maar daar krijg je toch hoofdpijn van zo'n nummer. Slaat nergens op. Een kikker die op een spijker zit, die in je hoofd zit. Zie je wel, carnavalsnummers, die gaan vaak helemaal nergens over. Nog eentje dan. Er staat een paard in de gang. Ja, ja, een paard in de gang. Oh, oh, een bij buurvrouw Jansen. En dan gaat hij nog een keer. Er staat een paard in de gang. Ja, ja, een paard in de gang. Oh, oh. En dan komt hij. Een paard met staart. Een paard met staart. Ja, want anders was het geen paard, hè, zonder staart. Maar we zingen allemaal lekker mee, kan ons het schelen. Of het nou tarara boembie is, of hela hola hup valera, gedeng gedeng, of van zakkes lekker deur uw keukendeur tot aan ons moederzee nog. Het maakt ons carnavalsvieders eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat er gezongen wordt. Als het maar lekker klinkt en je de polonaise kan lopen. En vader Abraham, die zei het al, ja ja, ik voel het al, het is weer carnaval. Loop mij maar achterna, achter de hoenpapa. En zo is het maar net. Dat gevoel, dat kennen wij allemaal. Lekker de boel laten, niet te veel nadenken en gewoon achter de hoenpapa aanlopen. Dat is het mooiste wat er is. Lieve Kielegatters, ik mag nog een paar weken de steek opzetten en voorgaan in het Kielegats carnaval. Iets waar ik enorm trots op ben en wat ik, ondanks de lastige jaren, met volle energie en heel veel plezier heb gedaan. Maar ik spreek vanaf deze plaats de hoop uit dat jullie voortaan ieder jaar uw muts, pruik of carnavalscreatie gewoon mogen opzetten. Dat we terugkijken op 2 jaar waarin we allemaal gevoeld hebben dat we carnaval niet kunnen missen. En dat we vanaf nu
weer ieder jaar een normale carnaval kunnen vieren. Of voor mijn part een beetje abnormaal, want dat hoort er nou eenmaal bij. In ieder geval, Kielegatters, zet hem weer op. Dan laten we met elkaar zien dat wij in het Kielegat carnaval kunnen vieren als geen ander. Laten we daar op proosten, met een carnavalspilsje in de hand, zometeen aan de bar hier in de kerk. En daarna met z'n allen door naar de litanie bij Sint Jutemis, die na de oelendienst gehouden wordt. Het is maar een klein stukje lopen, maar zeer de moeite waard om mee te maken. En vervolgens kunnen we ook nog even naar publieke werken, waar de Prinsenbar geopend wordt. Ik wens u allen een hele mooie carnaval en sluit graag af met mijn lijfspreuk. Hoog het lied, hoog het hart, hoog het Kielegat. Ja, beste Kielegatters, als prins mag ik elk jaar 11 persoonlijke onderscheidingen uitreiken. En de oelendienst is natuurlijk wel een heel mooi moment om dat te mogen doen. Dus ik wil heel graag even naar voren hebben Jurgen van Eijnatten. We kennen elkaar al heel wat jaren. Ik weet nog goed dat wij samen in de schoolband speelden zelfs nog. Dat was het begin van de middelbare school. Wij speelden allebei trompet. En konden we best aardig allebei. Ja, jij bent inmiddels uitgegroeid tot profmuzikant bij Guus Meeuwis. En ik schopte het tot band zat. Het carnaval zat er bij ons allebei al heel vroeg in. Jij bent uiteindelijk bij het zooitje terechtgekomen. Ik, zoals ik zei, bij Ben Zat. Ja, je hoeft maar de markt op te lopen en je hoorde jouw tonen er ver bovenuit komen bij het zooitje. Was altijd schitterend om mee te maken. Daarnaast al die kapellen waar jij voor staat, die jij dirigeert, begeleidt. Dat betekent enorm veel voor het Kielegat. Dat hebben we heel hard nodig. De kapellen gaan een beetje achteruit, maar door mensen als jij blijft het voor altijd bestaan. En daarvoor mag ik jou een PO overhandigen. Ja, en daarbij hoort natuurlijk de oorkonde, de persoonlijke onderscheiding. Wij, prins Arie de Eerste, beschermheer van het Bredase lied, trompetter der dweilende kapellen, kletsmajoor der kwetsbare ouderen, prins van rood naar oranje, verlenen de heer Jurgen van Eijnatten, wegens uitzonderlijke diensten voor de prins en het Kielegatse carnaval in het algemeen, de uitzonderlijke en onvervreembare eer om tijdens carnavaleske dagen in alle waardigheid onze persoonlijke onderscheiding te mogen dragen. Aldus geschiet, Kielegat 5 februari 2023. Jurgen, hij is voor jou.
Wij komen hier niet om een preek te houden, maar om een feestje te bouwen. Dus ik zou zeggen, zet hem op! Zet hem weer op. Zet hem weer op. Helemaal tot onder aan je kop. Zet hem weer op. Zet hem weer op. In het kiele gat voorop. Zet hem weer op. Zet hem weer op. Gooi je outfit op de school. Al hou je pakje op de markt voor mij dan nog. Mee op mijn scheur. Hé, hey, wat ga jij doen op het weekend? Het is tijd om te hossen, maar wat moet ik aan? Ik heb een kast met te veel keus. Het maakt me niks uit, trek maar wat aan. Het staat allemaal even goed. Maar deze is te klein en die ander te oud. Er is ook nog wat onderweg. Doe niet zo moeilijk en stel je niet aan. Kom, zet je muts op en ga. Zet hem weer op. Zet hem weer op. Helemaal tot onder aan uw kop. Zet hem weer op. Zet hem weer op. In het kiele gat voorop. Zet hem weer op. Zet hem weer op. Hoor je outfit op de hou je vastje op de markt voor bijna door. Mee op mijn scheur, ben de toon. Zeg liever, vinden kan je naar de voetbal vanavond? Het is weer eens tijd voor een avondje nak. Ik ga in het geel-zwart gekleed. Zijn shirt en zijn sjaal liggen altijd schoon klaar. Er is ook nooit anders geweest. Waar is het? Het ligt niet op zijn plek. Schat, ik kan dit toch niet aan. Doe niet zo moeilijk en stel je niet aan. Kom, zet je muts op en ga. Zet hem weer op. Zet hem weer op. Helemaal tot onder aan uw kop. Zet hem weer op. Zet hem weer op. In het kiele gat voorop. Zet hem weer op. Zet hem weer op. Helemaal tot onder aan uw kop. Zet hem weer op. Zet hem weer op. In het kiele gat voorop. Zet hem weer op. Zet hem weer op. Gooi je outfit op de schoot. Al hang je masker op de bank voor bijna door. Mee om het scheur. Nou, hier is een moment waar we allemaal echt naar hebben uitgekeken, de collecte. De Bart die gaat er weer voor zorgen, u heeft het net gehoord in het woordje van onze prins. De prins die zit hier zo. Kunnen zien, hij heeft zijn steek op. Als je het niet ziet, dan ben je stekenblind. Ja. Maar er komt een collecte. Nou heeft Bart het goed aangepakt, want hij snapt wel, jullie willen allemaal hun briefgeld kwijt. Voordat het carnaval begint. Nou, daar heeft hij een speciaal apparaat voor ontworpen. Ik wens jullie allemaal daartoe om dat nou eens goed te doen, die collecte. Want dan mogen we volgend jaar terugkomen hier in de grote kerk. Je kunt pinnen. Er staat op uw blaadje dus een QR-code. Voor degenen die graag met hun mobieltje spelen.
de QR-code. We moeten zo kijken of die er precies in past. En dan, u weet het wel. De raad van elf, die komt allemaal langs. Ik zal ze een beetje... Kom maar jongens, kom maar. Trek de portemonnee. Ja. Ze kunnen gelijk scannen, pinnen. Alles kan vandaag. Alles kan vandaag. Ja, zo. Scannen. Oh, daar komt hij al aan. Kijk eens. Voor de briefjes, die kunnen hier op pinnen. De briefjes, die kunnen hier... Gooi er maar in, gooi er maar in. De briefjes moeten... Ik kom speciaal voor de brief... Ik kom speciaal... Kijk, de eerste vijf zijn er al. De eerste, oh, kijk eens even. Dat zijn er al 10. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Of the pine, you know how I feel. Freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new I feel so good. I feel
Hold your breath and count to ten. Feel the movement. Hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and drowned this moment. So overdue. We krijgen de muzieketiers nog een keer. Maar de vorige was een mooi romantisch klassiek nummer. We gaan nu naar een modernere tijd. Gabriella's Song. Ik leren, want mijn weg was tot nu
niet vrij. Elke stap moest mijn hart ontberen. Toch is het de weg die ik koos. Mijn vertrouwen heel diep geschonden. En van binnen bleef ik steeds boos. En mijn ziel leek met niets verbonden. Ik wil voelen dat ik adem geniet van elke dag. Ik wil zijn wat ik verlang. Ik wil voelen dat ik lief heb en te weten dat ik lach. Lange tijd was ik niet wie ik ben, heb mijn ziel heel lang laten rusten. En misschien is wie ik nu ken wel de mens die de hemel kust. Zusters en broeders en alle anderen ook. Er is in de afgelopen weken een heel mooi liedje uitgekomen. En de prins die weet van geen kwaad, maar die gaat het wel zingen. Ik wil u aankondigen onze eigen prins, prins Arie. Een jas in mijn hand ren ik uit het station, omdat ik geen moment langer meer wachten kon. Ik kom altijd weer thuis als ik de grote toren zie. Dat gevoel dat ik als geen ander ken, omdat ik een Bredanaar ben. En ben ik thuis, zegt mijn dochter, hoe is het witte dat? Ik heb van oma nog een stukje kwata gehad. En ik vraag, hey, ga jij mee naar de stad?
is waar iedereen je groet. Stroomt ons echt Breda'se bloed. Hier voel ik mij thuis. Hier is alles goed. Komt-ie! In Breda, in Breda. Plekske tussen Mark en A. En daar ben ik gelukkig. Als ik naast de toren sta, waar het leven echt gevierd wordt op de markt. Breda, je zit in mijn hart. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la la. Trots op NAC, fiets ik naar het Spanjaarschap. Pak een pilske en we proosten samen op het Kielergat. In Breda, in Breda. In Breda, in Breda. Plekske tussen Mark en A, daar ben ik gelukkig als ik naast de toren sta. Waar het leven echt gevierd wordt op de markt. Breda, je zit in mijn hart. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la la, ja la la. En dan een plechtig moment, het Bredaarse volkslied, carnavalslied. Mag ik u uitnodigen om te gaan staan?
goede God. Zegen het carnavalsfeest dat we met elkaar tegemoet gaan. Zegen de hoogheden die ons voorgaan op het feest. Zegen hen die achteraan komen en die het verdienen om net zo hard mee te mogen doen. Zegen de politie, niet alleen die met het carnaval op hun fluitje moeten blazen, maar zegen ook de politie die af en toe de troep op moet ruimen waar een ander voor zorgt. Zegen de mensen op de eerste hulp. Zegen de mensen die de optochten verzorgen. Zegen de brakkesliert. God zegen ons allen en schenk ons aan elkaar. Dat bidden we u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu alle heen in vrede. En voor mij niet veel